Maar eerst zal ik zelf nog wat zeggen. Want op een dag viel mij een titel binnen. Weduwe, hoe doe je dat? Ik denk dat we allemaal wel weduwe kennen. Toen ik klein was, waren dat mijn oma's, die waren allebei weduwe. En de een was hertrouwd, de ander niet, die was altijd alleen, meer dan de helft van haar leven. En ik heb me daar als kleinkind eigenlijk nooit iets over afgevraagd, ik kende haar niet anders. En nu is mijn moeder al 12 jaar weduwe. En zo zie ik van dichtbij hoe bizar het is dat je van de ene op de andere dag nooit meer bij elkaar in bed ligt. Mijn vader verzon altijd reisjes en mijn moeder liet zich verrassen. Samen zaten ze in een museumclub en in een bridgeclub en steeds meer mannen vielen daar weg. Aan mijn moeder en haar vriendinnen zie ik dat je aan het einde van je leven, als je al niet meer in allerbeste doen bent, nog een groot werk moet verrichten. Je verliest je beste maatje, je vertrouwde compaan. En bij een heel aantal van ons, vrouwen, gebeurt dat niet aan het eind van ons leven, maar al veel eerder. In mijn hoofd maak ik vaak lijstjes. En zo zat ik op een dag eens te tellen hoeveel weduwen ik eigenlijk al kende. Vrouwen die hun lief hadden verloren. En aan twee handen had ik niet genoeg en dat schokte me. Ik dacht dat het verliezen van mensen die ik goed ken later zou komen. En toen zat ik met een vriendin te eten die geen weduwe is. En ik vertelde van de titel die me was binnengevallen en die niet wegging. En al pratende kwamen we erop dat weduwe een werkwoord is. Een werkwoord dat je in je eentje moet leren vervoegen. En zo werd de oorspronkelijke titel ook met input van Eugenie, die daar af en toe eens even over appte en mailde, en met wie ik straks als eerste spreek, verandert in weduwe. Hoe werkt dat? 20 vrouwen heb ik voor dit boek gesproken. En mijn plan was om ze allemaal sprekend op te voeren en ze zo het ene verhaal te laten vertellen. Dat werkte niet. Het is namelijk niet één verhaal. Er zijn wel patronen, maar ieder beleeft de rouw op haar eigen manier. En de rouw heeft, zo lijkt het wel, ook voor iedereen een eigen programma. Soms lijkt het verdriet weg en dan ineens is het er weer in volle hevigheid. Zomaar, schijnbaar uit het niets. Lijk je weer terug bij af of niet helemaal bij af, maar toch nog nergens terwijl je al ergens dacht te zijn. Zoiets. Bovendien wilde de uitgeverij mij ook in het boek. Hoewel ik geen weduwe ben. Mijn lief is er nog. Hij zit daar, hij houdt de tijd bij. In het begin van onze relatie, zo'n 26 jaar geleden, was hij wel eens verbaasd hoe vaak ik het over de dood wilde hebben. Voor mij is het namelijk een dierbaar onderwerp. Juist omdat het zo'n deur is waar je niet voorbij kan kijken. Zo'n gebied waar alle grote godsdiensten theorieën over hebben, zonder dat iemand weet hoe het echt zit. Van de 20 vrouwen zijn er 15 in het boek gekomen. En samen vertellen ze vanuit hun eigen beleving hoe ze na de dood van hun lief hun leven opnieuw uitvonden. Over dat eerste jaar, waarin je in de mist van het verdriet zo verschrikkelijk veel moet regelen. Over wat, ook na jaren en ook als ze echt wel weer gelukkig zijn, moeilijk blijft. En we kunnen ons allemaal misschien wel voorstellen hoe vreselijk het is om je man, je partner, je lief, je vrouw te verliezen. Maar toch bevat het boek voor mij 3 onverwachte hoofdstukken. Eentje gaat over het contact dat een aantal vrouwen over de dood heen met hun lief ervaarden. Eugenie, die je straks zult ontmoeten, praatte in het begin voortdurend met haar man. Bij een ander stond 's ochtends in de keuken de radio al aan als ze beneden kwam. Die stond niet op een timer. Bij een ander ging ineens een stuk muziek spelen met een boodschap voor haar. Een soort boodschap van gene zijde. En ook Evelien, die vanmiddag als laatste aan het woord komt en die helemaal niet gelooft in een bestaan na de dood, schreef haar man een brief over wat ze aan het doen was. Ze vond dat zelf gek, maar wat is gek als zoveel mensen hetzelfde doen?
Een ander hoofdstuk gaat over het moeilijkste moment. Bijvoorbeeld iets waar ik een weduwe nog nooit naar heb gevraagd, maar wat ik voortaan wel zal doen. De therapeut van Filippien, die je zo meteen zult zien, zei dat iedereen zo'n moment heeft en houdt. Het kan een periode van het jaar zijn, zoals kerst dat is voor Claire, die straks ook hier komt. Een moment op de dag, of zoals bij Filippien de zaterdag, wanneer zij en haar partner en hun jonge zoontje zo heerlijk konden aanrommelen. Van de zussen Margreet en Jolien kreeg ik het begrip weduwewinst cadeau. Ze werden 3 maanden na elkaar weduwe en belden en appten elkaar veel. Soms was het alleen maar, dit was weer zo'n dag. Oh, zo één. Zat ik ineens weer op de bank te snikken. Ja, weet niet waardoor. Nee. Op een dag luchtten ze aan de telefoon wederzijds hun hart over instanties waar ze gek van werden. Toen de een de ander vroeg, heb je de weduwekaart gespeeld? Ja, zei de ander. Dat is toch mooi weduwewinst, concludeerde ze. En vervolgens hebben ze in hun vele telefoongesprekken dat begrip uitgediept. Weduwewinst is voor hun niet alleen dat mensen in ondoordringbare organisaties bereidwillig voor je aan het werk gaan, als je het goed vraagt. Het is ook wat je aan jezelf ontdekt als je van 2 weer 1 wordt. En zo viel ik van het ene intieme gesprek in het andere. Ik ben blij dat de titel me binnenviel en niet van Wijken wilde weten. Ook ben ik blij dat mijn uitgever Uniboek Spectrum, oftewel Nienke van Zwam en Antje Boscher, meteen enthousiast waren over dit boek. Want het was een voorrecht om de afgelopen 1,5 jaar met weduwen te spreken. En dat ga ik dus de komende 40 minuten hier ook doen. 4 weduwen uit het boek zijn hier. En met elk praat ik over wat er gebeurde en hoe ze verder gingen. Als eerste praat ik met Eugenie. Haar man was ervan overtuigd dat hij dement werd en nam het heft in eigen hand. Maar nog even dit. Als je kijkt naar deze uitzending, dan komt er af en toe een nummer in beeld. En dan kan je via WhatsApp vragen stellen. In principe hebben we 10 minuten aan het eind om die vragen te beantwoorden. Die kunnen aan mij zijn, maar natuurlijk ook aan de weduwe. En misschien nemen we ze ook wat tussendoor. Maar goed, ze worden beantwoord als het er niet veel zijn. In elk geval, Eugenie. Jouw man was ervan overtuigd dat hij dement werd. Hij nam het heft in eigen hand. Dus misschien wil je in de stoel gaan zitten. Dan zal ik voorlezen hoe dat op pagina 70 staat, om het maar even heel... Achteraf bezien heeft ze 10 maanden aan zijn sterfbed gezeten, alleen ze wist het niet. Ze zag dat hij afviel, dat hij als een bezetene aan het opruimen was wat hij in 40 jaar had verzameld, dat hij uit evenwicht was. Maar dat hij er zelf een einde aan zou maken, had ze niet voorzien. Haar familie en de zijne stonden als een huis om haar heen. Niemand had het aanzien komen, maar niemand was boos. Ja. Hoi. Hoi. Wat een stuk, hè, waarin dat zo in één keer, dat van jouw leven, 6 jaar geleden nu. Ja. Zo wordt beschreven. Hoe is dat nu? We zijn wel 6 jaar verder, dus het is echt anders. En ik heb mijn leven wel weer op de rit. Maar als ik weer zo'n stukje hoor, dan grijpt het me wel weer aan. Dan is het weer even heel dichtbij. Ja. Maar over het algemeen gaat het gewoon goed. En heb ik mijn leven echt wel weer op de rit. Ja, nou ja. Dat is knap. En wat ik weet van jou is dat je er in het begin heel veel over praatte, hè? Eindeloos. Iedereen kreeg het eigenlijk te horen. Ook een wildvreemde in de trein. Ook een wildvreemde in de trein. ik vertelde het echt aan iedereen die ik tegenkwam. En het zat zo hoog. Het was zo de hele,
ja, 24 uur per dag bij me aanwezig. Dat wie me ook aansprak, ja, die kreeg meteen het hele verhaal. Achteraf denk ik, wat heb ik gedaan? Maar ja, ik kon niet anders. En als mensen het nu aan me vragen, dan zeggen ze, was die ziek? Dan zeg ik, nee, was niet ziek. Het gebeurde heel plotseling, klaar. Ja, dus dat is echt zo'n... En heb je het moment gemerkt dat dat veranderde? Dat je dat ineens niet meer helemaal ging vertellen? Nee, dat is geleidelijk gegaan. Ja. Ik heb wel therapie gehad, dat heeft wel een stuk geholpen. Maar uiteindelijk is het heel erg geleidelijk gegaan. En dat ik het bijna nooit meer het hele verhaal vertel. Ja. Want het is een heel heftig verhaal. Hè? Dus als je het de mensen wel vertelde, kregen ze dan ook het volle ding van je? Ik kon het heel beschouwend vertellen. En dus dat kwam vaak heel raar over. Dat ik vertelde het heel beschouwend, maar het was natuurlijk een ongelooflijk heftig verhaal, wat me wel heel veel verdriet deed. Maar dat verdriet kon ik niet tonen. En dus de andere kant zat vaak met de tranen en ik zat er een beetje als een koude kikker daarbij voor mijn gevoel. Zullen we er wat over zeggen, over hoe heftig het was? Wil je daar wat over zeggen of zal ik het doen? Waar doel je op? Ja. Nou ja, zeg maar de dag dat het gebeurde. Of, als je daarover wil praten. Ja, hij had 's ochtends een behandeling in het ziekenhuis gehad. Hij was er, denk ik, achteraf hoopte hij dat hij erin zou blijven. Ik wist dat het een onschuldige behandeling was. Dus dat natuurlijk geen gevaar was. Dat heb ik hem ook in getroost en in bijgestaan. En ik heb hem opgehaald uit het ziekenhuis. En toen was hij helemaal niet zichzelf. Het was echt een schim die dat ziekenhuis uitkwam. En tot hij me zag, toen ineens weer, was hij die vlotte, leuke jongen die die zwier maakte naar de auto. En dat hij heel erg leuk en gezellig deed. En ik had 's middags een presentatie voor mijn werk, waar ik echt naartoe moest. En ik kom thuis en ik wil de deur openmaken. En de sleutel zat in het slot. En ik had tegen hem gezegd, zorg dat je even gaat rusten, drink veel. Dat die narcose je lijf uitgaat. En ik kijk naar boven en ik zie dat de gordijnen dicht zijn. Ik denk, ja, logisch, die ligt in bed. Dus ik ben naar achter gelopen en daar hing een briefje. Ga niet naar boven. Wat doe je dan? Eigenlijk weet je het, maar je wil het niet. En toen ben ik als een idioot het huis ingelopen en rondgerend tot ik de afscheidsbrief zag. En toen ben ik naar boven gegaan, naar de kamers waar de balken zijn. En daar was hij niet. Nou ja, uiteindelijk heb ik hem in de badkamer gevonden. En dat is een fractie van een seconde geweest. En vanaf dat moment staat je leven volledig op zijn kop. Maar ik had wel, ik ben wel iemand die meteen in de douchestand gaat. Dus ik ging meteen denken, wat moet ik doen? Moet ik 112 bellen? Ga ik zijn broer bellen? Ga ik naar de buren? Ik heb gekozen voor 112. Ik heb verder het aan niemand zelf kunnen vertellen. Dat heeft onze schoondochter. De politie heeft uiteindelijk zijn broer gebeld. Zo is het verder gegaan. En een zoon en schoondochter zijn gekomen. En zij heeft iedereen geïnformeerd. Dat kon ik niet. Nee. Dit stukje wat ik net voorlas eindigde met niemand was boos. Hè? En je hebt mij verteld dat je een keer op de radio hoorde dat mensen van wie een nabij iemand zelfdoding heeft gepleegd, dat die eigenlijk altijd boos zijn. Ja. En dat heb je dat later wel gekregen of heb je het helemaal niet gehad? Nooit, ga ik ook niet krijgen ook. Gaat niet gebeuren. Dat zo zeker? Nee, gaat niet gebeuren. Nee, ik begrijp hem. Ik begrijp hem heel goed. Ik ken hem. Het is iemand die heel zwart-wit is. En hij had dat in gedachten. En hij kon er zelf, het was een hele autonome man. Dus hij kon er zelf niet tegen om afhankelijk te zijn van een ander. Maar hij kon er ook niet tegen dat ik voor een zieke man moest zorgen. En jij bent toch zo jong. Hij was 15 jaar ouder, was nooit te merken. Maar hij zei, jij bent nog zo jong, je hebt nog een heel leven voor je.
En ik zei, ja, maar ik hou van je. We hebben 30 jaar leuk gehad. Dan hebben we de komende 20 jaar zorg ik voor je. Zwa, doe ik. En dan zei hij, ja, maar jij bent zo jong en zo leuk. En dat is verschrikkelijk. En nou ja, daar konden we dan over ruzien. Ja, over kibbelen. Ja. Ik zie het dat hij het ook echt als liefde gedaan heeft. Zijn broer zegt, het is een daad uit moed en liefde. En zo voelt het voor de hele familie. Voor zijn broers, zijn schoonzusjes, mijn familie, zijn kinderen. We zien het allemaal op deze manier. En iedereen die dichtbij staat, is daar ook nooit boos over geweest. Ja, en het lijkt me dat dat wel helpt als je het zo kan zien. Als je zeg maar kan denken, hij heeft dat voor mij gedaan. Hij heeft zichzelf iets willen besparen. Hij heeft mij iets willen besparen. En daar ga ik hem gewoon voor waarderen. En voor wie die was en voor hoe die dit gedaan heeft. Ja, en ik heb hem natuurlijk ook heel erg zien Ik heb natuurlijk wel gezien hoe eenzaam die was in zijn proces. Dat ik niet bij hem kon komen. En achteraf heb ik voor mijn gevoel ook alles voor hem gedaan. Dan heb ik als vriendinnen belde, als mijn zusje belde, zei ik, ja, ik heb geen tijd, ik moet weer naar hem toe. Ja. En daar ben ik achteraf heel blij om. Als hij op mijn werk belde, had ik daarvoor zou ik gezegd hebben, ja, lieverd, ik ben aan het werk, kan u niet. Maar nu zei ik, nee, tuurlijk, zeg maar even. Dan liep ik van de afdeling en als hij 2 uur later weer belde. Dus dat, ja. Die intuïtie, die heeft wel goed gewerkt. Dat ik er gewoon voor hem moest zijn. En dat scheelt ook wel in het proces daarna. Ja, dus jij bent er voor hem geweest en hij heeft zijn eigen plan getrokken. Ja, dat is mooi. Dank je wel, Eugenie. Dat je hier je verhaal doet. Dat je je verhaal in het boek hebt willen zetten. Ja. En ja, dat je zo'n leuk mens bent. Want ik ben het wel heel erg met je man eens. Nou, dank je wel. En dan maken we de overgang naar Filippien. En Filippien die zal een stukje voorlezen. En ik heb het natuurlijk geschreven in de zij-vorm en in de haar-vorm. Dus zij leest het voor alsof het over iemand anders gaat. Maar het gaat over haarzelf. Ze hoeft haar neus maar buiten de deur te steken en ze ziet vaders met hun kinderen voetballen. Daar is de confrontatie weer, met wat voor haar zoon niet is weggelegd. Haar partner zei altijd dat hij haar het liefst zingend achter het fornuis zag. Dus rende ze als hij thuis kwam snel naar de keuken en griste zijn pollepel uit het rek. Op een dag zat hun zoontje te spelen en stond zij inderdaad zingend achter de pannen toen hij binnenkwam. Ze is blij dat er tal van dit soort dierbare herinneringen in haar geheugen zitten. Cadeautjes, waar ze dankbaar voor is. Maar het volgende moment kan ze weer boos zijn. Jij bent lekker dood. Alles is veranderd. En ik moet het allemaal in mijn eentje opknappen. Dacht ze vooral de eerste jaren. Ze is ook boos dat hij haar de mogelijkheid heeft ontnomen om een gezin te vormen. Ze wilde allebei graag een tweede kindje. Ze kijkt naar andere gezinnen, naar vaders die zo leuk met hun kinderen fietsen, met hun zoontjes judo doen, plantenbakken vullen in de lente. Zij voedt een kind op met een dode vader. Het hele eerste jaar kroop hij naar de voordeur als er een fiets tegen de gevel werd gezet en riep hij, papa! Maar er kwam niemand door die deur. Of er kwam iemand anders. Ze zette het als het ware iedere dag de blokjes op elkaar en elke keer dat hij papa riep, moest ze opnieuw beginnen. Ze heeft het gevoel dat ze ouder is dan haar leeftijdgenoten, omdat maar weinigen in haar omgeving zoiets ingrijpends hebben meegemaakt. Haar zoon, nu 8, is wijs voor zijn leeftijd. Het leek wel alsof hij vanaf het moment dat het bericht van de dood van zijn vader kwam, hij besloten had om zich te gedragen.
Gelukkig is hij soms stout. Ze begrijpt het wel als hij naar haar uithaalt. Ik snap dat je iemand wilt slaan. Ik ben net zo goed boos dat papa er niet meer is, zegt ze dan. Aanvankelijk had ze het hart niet om hem te vertellen wat er met zijn vader was gebeurd. Hoe zeg je zoiets tegen een kind dat net leert praten? Het moment diende zich aan toen ze met hem voorop in het kinderstoeltje terugfietste van een bezoek aan een stel vrienden met kinderen. Haar zoontje kletste lekker over de vader, een beer van een man, en zei toen ineens tegen zichzelf en tegen haar: mijn papa is vermoord. Ze is afgestapt en heeft hem het hele verhaal verteld van hoe gelukkig ze waren en hoe ze die dag bij het afscheid hadden staan rommelen met mutsen en wanten en hoe zijn vader genoten had van het skiën en hoe hij was verongelukt. Dat was hard, maar het was op dat moment nodig. En ze heeft het kunnen vertellen op een manier waar ze zelf tevreden over is. Hij was 3, bijna 4. Een paar weken later keek hij naar een televisieprogramma waarin een vader haas zijn hazenkinderen vertelde hoeveel hij van ze hield. Haar zoontje wilde dat de televisie uitging. Ik vind het saai, schreeuwde hij. Ja. Dit heeft heel veel aanknopingspunten. Jij mag kiezen. Ik vind het saai. Haar zoontje is trouwens eergisteren 9 geworden. Ja. Ik vind het saai. Je bent boos. Je moet de blokjes op elkaar zetten. Ik vind het saai. Ja? Kies ik. Omdat er net van tevoren gevraagd werd van: goh, heb je verteld aan hem, Bol heet hij, dat je dit doet? Toen dacht ik, nee, ik heb het niet verteld. En misschien is dat wel weer net zoiets als met vertellen hoe hij was verongelukt. Dat je dan soms niet weet hoe je dat moet vertellen. Ja, maar jouw zoontje kon nog niet praten. Hè? Hoe kan je nou met een kindje wat zelf nog niet kan praten eigenlijk vertellen wat er gebeurd is? Ja. Dus dat moment diende zich aan. Maar ik kan me voorstellen dat nu dat je ook niet weet hoe je dit vertelt, maar ook, ja, het blijft ook een kind met wie je dat soort dingen niet deelt. En ik ben volwassen. Ik ben de moeder. Ik ben volwassen. En mijn leven is verbonden met hem, maar ik heb ook een leven los van hem. Dus ik zie dit boek als ook meer als voor mezelf. Maar hij zal het wel lezen en het gaat ook over hem. Want hij is onderdeel van mijn leven. Ja. En daarom denk ik ook dat het zo fijn is dat het boek er is. Want daardoor komt het verhaal meer los van mij te staan. En mag het naar buiten. Naar boven. Of ergens anders naartoe. Ja. Maar het mag de ruimte nemen. En komt het een beetje los van mij. En dat voelt goed. Ja. Want waarom is het belangrijk omdat het los van je komt? Hè? Eugenie had het ook. Eerst altijd vertellen. En dan op een gegeven moment dus minder. En het rare is ook, het is een verhaal. Maar het is ook... Ja, het zit in je, het is je leven. Het is natuurlijk een gebeurtenis die gewoon je leven ook een zwenking geeft. Ja, en het verandert alles. Dus je kijk op alles verandert. Ik hield altijd heel erg van kunst. Ik hou nog steeds wel van kunst. Maar ik zag het altijd als troost. En toen Peter was overleden, hielp het voor geen meter een schilderij of een beeld. Het hielp helemaal niets. Dus het was ineens, die liefde was weg. Maar nu ben jij dood, neem je dat ook? Neem je dat ook mee? Van me af? Want jij praat ook met hem, hè? Nog steeds. Ja. Ook voordat ik hier naartoe ging. Ja. Maar ik heb begrepen, in het boek staat ook, je moet wel duidelijke vragen stellen. Je moet wel duidelijke vragen. Geen of-vragen, maar gewoon, zal ik dit doen? En dan komt er een soort ja of nee. Hè? Ja. Zo is het eigenlijk. Het is altijd heel duidelijk. Ja.
En ik denk dat ik duidelijke vragen stel. Precies, het moet niet een soort van vaag iets zijn. Want zal dan ik dit of zal ik dat? Nee, dat heeft allemaal geen zin. En dan ook in het boek zeg ik, ik ga afronden met jou, zeg, dat je dan eigenlijk hoort van jij doet het goed. Ga maar, jij doet het goed. Ja, jij weet het. Jij weet het. Dus als ik vraag van moet ik dit huis kopen of niet? Jij weet het. Jij weet het. En nu heb ik gevraagd van wil je erbij zijn? Ja, ik ben er. En dat voelt fijn. Fijn dat hij er is. Ik sta achter. Fijn dat jij er bent. Ja. Ja. Ik ben ook blij dat ik er ben. Ja. Dankjewel, Lisette. Dankjewel. Voor het schrijven van het boek. Ja, voor het meedoen. En voor onze vriendschap. Ja. Ja. Zeker. Ja. Ja. Dan ga ik de overgang maken naar Claire. Claire gaat ook iets voorlezen. Mensen weten niet goed of ze wel of niet over hem moeten praten, maar zijn naam moet genoemd blijven. Ze vindt het een ontdekking hoe het helpt als anderen haar een stukje van hem laten zien door iets te vertellen waar zij niet bij was of wat zij niet wist. Laatst gebeurde dat bij de verkoop van een huis. Het echtpaar in kwestie keek elkaar even aan en vervolgens zei de man: uw overleden man heeft mijn bedrijf verkocht. Ze antwoordde dat ze hoopte dat die transactie goed was verlopen. Ja, heel goed, zei hij. Dat was niet een makkelijk moment, want mensen weten natuurlijk niet hoe zo'n opmerking haar kan raken. Maar ze vindt het alleen maar leuk om zoiets te horen en dapper dat die mensen erover begonnen. Zo langzamerhand is er ook in geoefend om het gesprek na een dergelijke uitwisseling luchtig en professioneel weer op gang te brengen. Een vriendin van haar jongste dochter had aangeboden om foto's te maken bij de afscheidsdienst en het afscheid. Ze is blij dat ze na aanvankelijke bedenkingen dat wel hebben gedaan. De 40 jaar samen zitten in haar. Maar toch raak je veel kwijt. Na 5 jaar weet ze al niet meer hoe zijn stem precies klonk. Dat is niet pijnlijk. Nieuwe herinneringen van hoe ze in haar eentje leeft, leggen zich over de oude heen. Haar man komt vaak ter sprake. Met vrienden, in haar nieuwe relatie en zeker met de kinderen. Ze appen elkaar als ze heel erg aan hem moeten denken. Bij het horen van een liedje of door een uitspraak van iemand. Het wordt wel minder, maar ze delen dat toch even. Ze hebben allemaal weer een heel goed leven. Maar het feit dat hij er niet meer is, blijft. En je kunt dat niet meer met veel mensen bespreken. De omgeving is er een beetje klaar mee en de kinderen zitten er nog middenin. Bij het eten met elkaar, wat ze vaak doen, zegt er altijd wel eentje: wat zou pap hiervan genoten hebben? Hij was erg uitgesproken. Haar jongste dochter belde haar in tranen met het nieuws dat ze was aangenomen bij een advocatenkantoor waar ze heel graag wilde gaan werken. Wat miste ze het dat ze haar vaders goedkeuring niet kon horen. Maar alle twee wisten ze precies hoe hij gereageerd zou hebben. Nou, je wist toch dat dit zou lukken? Nou, moet je niet overdreven doen. Natuurlijk ben je aangenomen bij dit kantoor. Hij blijft dus een eikpunt. Ze leven alle vier door en vragen zich steeds af wat hij ervan zou vinden. Ah, dank je, Claire. Ja, wat zou hij ervan vinden? Wat hij er nu van zou vinden? Ja, dat wij hier zitten, dat jij hebt meegedaan aan het boek. Of, nou, of over jouw leven, of het leven van de kinderen. Jij mag kiezen. Ja. Hij zou dit wel stoer vinden, maar ook wel kritisch. Zo van, wat heb je nou aan? Is dat dan wel precies die laarsjes? maar dat is het leuke, dat dus altijd in mijn achterhoofd zit. Dat ik altijd toch even denk van, omdat ik gewoon weet dat hij voor mij heel goed was om me scherp te houden en om ook even kritisch naar iets te blijven kijken en niet te makkelijk te zeggen van niet te snel tevreden te zijn. Dus ja. ik denk dat hij zou het heel erg leuk vinden en hij zou het natuurlijk heel bijzonder vinden, omdat hij jou ook goed kende, dat we hier nu samen zitten. Maar misschien dat hij het boven wel
Je hoopt wel, dat er, wel een beetje zitten te gniffen. Ja, dat daar een soort café is waar al die mannen en al die partners en ook de anderen van het boek, ook vrouwen, dat die daar even samen zitten te kijken naar hoe wij dat hier doen. Ja. Even over wat mij zo trof, want ik was op de begrafenis toen en dat jij het heel erg had over, had ik het net even met Filipine over saai. Hè? Is het leven in je eentje saai en het is best moeilijk om met een klein kind dan geen saaie gesprekken te hebben. Maar jij had het heel erg op de begrafenis over jouw leven was niet saai met hem. Nee, nee, totaal niet. Nee, en dat geeft dus ook als je 40 jaar samen bent geweest. Hoezeer, hoe leuk ik het ook had gevonden om langer samen te zijn, maar kan je ook wel met een bepaalde tevredenheid en kan je ook daarnaar wel naar kijken dat er zoveel mooie herinneringen zijn en dat we zo uit het leven samen hebben gehaald wat erin zat, met z'n tweeën, maar ook met de kinderen. Dus ja, dan er is ook wel voor mij een bepaalde tevredenheid is misschien niet het goede woord, maar wel. Maar een soort bron waar je uit kunt putten, eigenlijk. Ja. Van al die dingen die jullie hebben meegemaakt samen. Ja. En geen bucketlist van dingen die nog moesten gebeuren. Maar dat hebben we ons wel altijd in het leven gerealiseerd: dat je niet dingen moet uitstellen. En achteraf was dat dus gewoon wel heel erg waar en goed. Ja. Je zegt, jullie eten vaak samen met de kinderen. Ja, hè? Jullie hebben echt met z'n vieren. We zijn direct gedaan? Het eerste jaar, eigenlijk op zondagavond, omdat we allemaal in Amsterdam wonen, bij elkaar gekomen. En dat is heerlijk, zo'n avond waarin je gewoon eindeloos over alles kan praten. Wat je meemaakt aan emoties, maar ook over Frans. Ook over wat zou die ervan vinden, herinneringen ophalen. En ik denk dat dat voor ons allemaal heel goed is geweest. Maar ook dat het de band met z'n vieren ongelooflijk heeft versterkt. Ja. En nu hebben we nog een appje waarin we inderdaad af en toe iets zetten. Van komt een bepaald muziekje soms op de radio. En dan appt er eentje van, dit was even een heftig momentje toch weer. Ja. Maar dat is mooi. Ja, dat is ook mooi. Ik wil nog even iets moeilijks aankaarten. Mag dat? Altijd, ja. Toen Frans hoorde dat hij kanker had, toen wilde hij er eigenlijk niet over praten. Hij vond mensen die over hun ziekte praten, daar kon je bij hem echt niet mee aankomen. Nee. Geen interessant onderwerp van gesprek, maar dus ook zijn eigen ziekte niet. En zo hebben jullie eigenlijk ook niet gesproken over hoe het met jou verder zou gaan. En jij zegt in het boek ergens, dat zou ik nu wel anders doen. Ja, maar toch was het toen. Het was alsof ik al dacht dat hij zou doodgaan, terwijl dat natuurlijk uiteindelijk, dat wisten we alle twee wel, maar dat het moment dat je eigenlijk gewoon daar al in berust, vond ik gewoon, dat vond ik zo'n slecht teken ook voor hem. Ja. En omdat we samen echt wel het gevoel hadden van, we knopen er nog wel even wat jaren aan vast, hij gaat niet zo snel, dacht ik, wat ga ik dan nu praten over hoe het met mij verder gaat? Dat is toch ook niet prettig. En nu zou ik het wel doen, omdat ik het, als ik het over mocht doen, had ik het gewoon misschien toch één keer moeten aankaarten. Maar weet je, toen kon het ook niet. Nee, het ging op een gegeven moment zo snel, dus het was klaar. Ja, je zit in een soort rollercoaster en je wordt elke keer weer ingehaald door wat er al gebeurd blijkt te zijn, terwijl jij nog denkt dat je. Maar ik zou het nu, als ik daar met mensen over praat, zou ik dat wel als een soort iets meegeven van, ik heb er spijt van dat ik dat niet handiger of beter heb gedaan. Ja. Maar weet je, maar verder niet veel spijt jij, hè? Nee. Van hoe jullie leven was. Nee. En ook niet hoe de laatste maanden waren en hoe we het ook met z'n vieren daarna. Ja. En als je het daar nou over hebt, ik denk dat die super tevreden is over hoe we het doen. Ja? Ja. Ja, dat denk ik wel. Nou, dat is heerlijk. En je dochter, een van je dochters is hier ook. Dat is toch ontzettend fijn dat je dat gevoel kan hebben. Dat je denkt, we doen het echt wel goed. En hij zou tevreden zijn. Ja. Trots ook wel? Nou. Luister, het kan altijd beter, hè? Ja, niet te snel tevreden zijn. En die sleutels, die ben ik nog steeds elke keer kwijt. Dus nee, sommige dingen hebben niet geholpen. Nou, dank je. Dank je. Oh, het grijpt toch aan.
De uitgever heeft iets geschreven. En dat is zo mooi. En zo persoonlijk ook. Dat ik aan mijn vriendin Wies Enthoven, ook co-auteur van een van de boeken van het oudste dochter-effect, heb gevraagd of zij dat voor wil lezen. Uit naam van Antje Bosser. Beste Lisette, als uitgever ben ik heel blij dat vandaag je boek Weduwe verschijnt. Niet alleen omdat het een goed geschreven boek is, met prachtige ervaringsverhalen van weduwen, maar ook omdat ik het belangrijk vind dat dit boek is geschreven. Mijn moeder werd op haar 59ste weduwe. Ik was 29. En in mijn beleving was mijn moeder al best wel oud. Toen het stof van ziekte en verlies wat was neergedaald, aangaf dat het wat haar betreft wel goed was, dat één liefde genoeg was en ze niet op zoek wilde naar een nieuwe relatie, vond ik dat logisch. En bovendien prima. Ik zat zelf ook totaal niet te wachten op een of andere Henk of Theo ineens aan de kerstdis. Pas nu ik zelf ouder ben, realiseer ik me hoe egoïstisch dat eigenlijk was. En hoe jong mijn moeder nog was. Achteraf voel ik me schuldig dat ik haar niet meer heb gestimuleerd om ook de optie op een bepaalde manier opnieuw te beginnen in overweging te nemen. Begrijp me niet verkeerd. Mijn moeder maakte haar eigen. En ik vind dat iedereen, dus ook iedere weduwe, dat moet doen. Maar ik weet zeker dat als ze dit boek toen had kunnen lezen, het haar enorm geholpen zou hebben. Het boek laat aan de ene kant zo mooi de herkenbare dingen zien waar iedere weduwe tegenaan loopt, maar tegelijkertijd ook verschillend iedereen zijn leven weer oppakt. Er is geen goede manier om dat te doen en geen slechte. Maar iedereen gaat uiteindelijk door. Ik hoop van harte dat heel veel weduwen, maar ook hun naasten, zich gesteund zullen voelen door de andere vrouwen in het boek die hetzelfde. En dat ze zullen zien dat het leven na de dood van hun lief, hoewel nooit meer hetzelfde, toch heel waardevol kan zijn. Kortom, ik ben heel trots dat Weduwe vandaag verschijnt en wil je daar van harte mee feliciteren. Antje Bosser. Dankjewel. Evelien. Evelien, microfoon ook. Is degene die het kortst geleden in het boek, het kortst geleden haar man heeft verloren. Bijna 2,5 jaar geleden. Klopt. En je hebt hem een brief geschreven. Ja. Die microfoon moet wel een beetje zo. Zo? Zo op je kin en dan zo, zo als een ijsje. Okay. Ja. Okay. Ja, ik heb hem een brief geschreven. Het was nodig. We zijn alle twee architect. We hebben alle twee 35 jaar dag en nacht gewerkt. En samen gewerkt in hetzelfde bureau? Hij had een bureau, ik had een bureau samengeplakt. En dat was zeer succesvol. En na de allergrootste verbouwing in 2012 had hij er genoeg van, zei hij, ik doe het niet meer en dan ben ik doorgegaan. Dus ik had eigenlijk altijd, ik kon hem altijd wat vragen. Ik,
en dan in werkelijkheid. Dus dat was prettig. En verder was hij een uitmuntend kok. Hij was Fransman. Dus toen ik doorwerkte, stond er elke dag een soort van sterren schoteltje, een duifje met wat paté erin of foie gras erin. Elke dag en had 300 kookboeken en dan gaf hij zichzelf een cijfer. En dan zette hij in het boek een soort plakkertje. En in het plakkertje stond hoe ik het had gevonden en hoe hij het zelf had gevonden. Dus er was één ding waar we het niet over eens waren. Dat was over de keuken. Wij woonden in een fabriek en dat was mijn ruimte. En die hadden we verbouwd nadat de kinderen de deur uit waren. Het waren niet zijn kinderen, maar mijn kinderen. En hij had ook kinderen, die hoorden er ook bij. En dan heb ik nog 7 kleinkinderen, dus het zijn nog 5 heel grote ruimte. En ook nog 3 ruimtes met studio's en 38 man personeel. Dus je kunt je ongeveer voorstellen, het was een drukke bedoeling. En toen dat bureau voorbij was en de kinderen de deur uit waren, hadden we verbouwd. En had hij de keukendoos scheef gezet. En daar was ik het niet mee eens. En toen het klaar was, toen zei mijn broer tegen mij, die niet meer leeft, mijn jongste broer, die zei, in godsnaam breng het af, want daar ga je 20 jaar over zeiken. Nou, ik heb er 22 jaar over gezeken. Hij bleef dus alsmaar scheef staan. En toen, vlak voordat hij overleed, eigenlijk moet ik er nog bij zeggen dat ik dacht dat hij niet overleed, terwijl hij wel overleed, omdat ik iedere keer dacht, mezelf wijs maakte dat het beter ging. En niemand wist wat hij had. Ze had hele rare dingen. En mijn dochter en ik geloofden niet dat hij overleed. En de rest, die zeiden steeds, jullie moeten naar de werkelijkheid kijken. Nou, dat konden wij niet. Ik zeker niet. Dus dat ging zo'n beetje door. Dus ik ging hem... Hij was op een gegeven moment een kleine operatie allemaal mis. En toen was hij in een verzorging terechtgekomen. En toen heb ik hem naar huis gehaald. En heb ik hem de tekening laten zien. En toen zei hij, ik ben het er helemaal niet mee eens. Het lijkt nergens op, dat is gewoon niet goed genoeg, Eef. Nou, zo ging dat altijd. En toen was hij overleden en toen dacht ik, ik ga hem afbreken, de keuken. Ik ga hem afbreken en ik ga hem opnieuw bouwen. En ik kwam er niet uit. En dat was het punt. Ik kwam er niet uit, dus het is net klaar. Het is echt net klaar. Ik heb er nog 2 jaar over doorgezet. Heel mooi geworden. En op enig moment, want hij zei altijd in het werk, als je iets verandert, waar je een belangrijk besluit over hebt genomen, dan moet je, als je het verandert, 3 dingen moet het verbeteren. En op een gegeven moment had ik er 8. En toen dacht ik, ik pak een papier en ik pak een pen. En ik heb hem geschreven dat ik niet 3, maar 8 pluspunten had. Dat komt nog bij dat ik dacht dat hij altijd gelijk had. En dat is niet zo. Daar ben ik achtergekomen. Hij was de grote, evenwichtige, rustige, intellectuele snoes van een Fransman, klein. Ik was de stuiterbal en groot, aanwezig, bewegelijk. Dus we waren uitersten. Maar we werkten altijd samen en hadden nooit ruzie. En dat lag niet aan mij. Dat lag gewoon aan het feit dat hij daar niet aan deed. Dus dan ging hij ergens anders zitten. Zo ging dat. Dus toen heb ik de keuken afgebroken. En toen vroeg een van die bouwvakkers, dat wil ik je wel even vermelden, die zei, wie bouwt er nou zo'n meubel in zo'n grote ruimte van Pourrizo? Dat is een oranje steen en dat is eigenlijk iets wat nogal heftig is als je dat afbreekt. En toen zei ik, nou dat heeft hij gedaan omdat hij zei, dan kan jij het niet afbreken. Maar goed, dat is dus het moment en dat heb ik vaker. Ik had het vorige week of 2 weken geleden nog. Ik geloof helemaal niet in het hiernamaals. Ik ben katholiek opgevoed en ik wou dat ik in het hiernamaals geloofde. Maar ik geloof er niet in. Maar ik geloof wel dat doordat wij 35 jaar zo dicht bij elkaar aan het werk zijn geweest, hebben geleefd, dat ik hem dingen kan vragen, omdat ik namelijk zelf het antwoord ook kan bedenken. Ik denk niet dat hij het bedenkt, ik denk dat ik het bedenk omdat ik hem zo goed kende. Dus ik had laatst zo'n onhebbelijke situatie in mijn werk. En toen wou ik meteen, wat ik altijd doe, erin klimmen en schrijven in een mail. En toen dacht ik, wat zou Patrice doen? Die zou helemaal niet reageren. En dat is zo spannend. Ik heb niet gereageerd. Die mensen waren helemaal onthutst. Dus het helpt. Dat kan ik je zeggen. Had hij toch gelijk? Hij had absoluut gelijk. Kijk, dus wat ik net hoorde van de laatste spreekster, Claire. Is in tegenstelling tot wat ik van jou hoor, is dat wij wel te maken hebben met iets wat af was. Althans, we hebben een heel leven gehad. We hebben het ontzettend goed gehad. En ik
wou hem houden en ik dacht, ik hou hem nog wel een jaar of 10. Maar we hadden wel een heleboel gehad. En ik zat vanavond te luisteren. Ik werd er heel emotioneel van. Want als iets goed, helemaal goed is en je bent jong en je krijgt een ongeluk, dan is het een andere ruptuur, denk ik. Nou, dus ik vind het ook verschrikkelijk dat hij er niet is. Ik dacht aanvankelijk dat ik dat niet zou kunnen. En ik ga op het ogenblik goed, maar ik herken wel dat het opeens anders kan zijn. Dat het de ene week heel goed gaat en de andere week minder goed. Of de ene maand goed en de andere maand minder goed. Dus. Ja. En wat ik dus verschrikkelijk vind, is als je 's nachts met je voet in bed voelt, dat hij dat dan niet is. Dan heb ik een tijd heb ik een kruik neergelegd. Dacht ik, dan lijkt het een beetje op warmte. Ja, nee, maar bedoel, dat zijn van die zotte dingen, die durf ik wel te bekennen, want dat voelen jullie vast ook wel. Ik dat is echt zo mooi. Ja. Als je voet in de nacht naar hem op zoek gaat, zo staat het in het boek. Maar dat is, ja, maar dat is nog een hele pijnlijke fase. Ik heb nu een andere fase waarbij ik meer afstand heb. Waarbij ik meer mezelf heb verteld dat het onzin is om te denken dat je alleen maar gelukkig kan zijn als je man er is. Dan ben je wel heel gelukkig, maar als hij er niet meer is, moet ik ook gelukkig kunnen zijn. En daar ben ik wel heel erg naar op zoek gegaan. En ik vind dat het goed gaat. Redelijk. Ja, nou, Lisette. Dat is heel knap. Nee, dat dacht jij niet. Jij dacht dat jij dat niet zou kunnen. En dat blijkt je dus wel te kunnen. Ja, ik dacht echt. Nee, maar ik dacht echt dat ik het niet kon. Maar is dat een soort kracht die loskomt? Of een soort. Je wordt een strijder ook. Hè? Want ik vind het wel mooi wat je in het begin zei: dat weduwe is een werkwoord. Dat vind ik eigenlijk het mooiste wat ik vanavond gehoord heb. Want dat is het. Ik heb ook mensen ontmoet die weduwe waren en die zeiden, oh, het is zo vreselijk en na 2 jaar wordt het nog veel erger. Daar heb ik moeite mee. Ik heb vanavond hele positieve, strijdende, oftewel weduwende vrouwen gehoord. Ja. En daar ben ik wel dol op. Ja. En ik heb natuurlijk heel veel kinderen en kleinkinderen. Eén daarvan bijvoorbeeld, die schrijft mij briefjes, daar word je helemaal koud van, zo lief. Als ik niet goed in mijn vel zit, merkt ze het meteen. Schrijft ze me een briefje. En zegt ze, oma Liene. Zo heet ik dan bij de kleintjes allemaal. Ze zijn allemaal wat groter alweer. Oma Liene, niet vergeten, je hebt mij toch. Weet je, dat soort dingen zijn goud waard. Het is gewoon fantastisch. Jij hebt ook gezegd ergens, het mooiste wat mensen voor mij kunnen doen, is me niet vergeten. Ja, want dat doen wij nog wel eens bij mensen die geen weduwe zijn. Ja. Het kwam bij in het stukje van Claire ook, dat iedereen is al snel weer met iets anders bezig. En je kan niet meer met zoveel mensen er echt over praten. Dus dat kun je dan met ze vieren, dat kan jij met je kinderen. Dat kan jij misschien met mensen, dat kan jij. Wij zijn, die heeft geen kinderen, net als ik, dus dan heb je daar weer andere mensen. Ik ga even kijken. Even mensen vergeten het dus een beetje. Maar het wordt, ik vind wel, ze praten altijd over Patrice. Dus dat is, ik heb niet het gevoel dat hij vergeten wordt. Nee, ik wou eigenlijk nog één leuk ding van Patrice zeggen. Namelijk wat hij altijd zei over doodgaan. Dan ga ik in Parijs wonen. Maar kijk, dat zei hij altijd. Want ik zei, als jij ooit doodgaat, dan draai ik op jouw uitvaart de liefdestoot van Tristan en Isolde. En hij had eigenlijk de scheid aan Wagner, maar toen hij mij leerde kennen, ging die houden van Wagner. En dan ging ik dus dat heel vaak opzetten. Dan zei ik, als je doodgaat, dan draai ik dat. En toen zei hij, als ik doodga, dan ga ik in Parijs wonen. Ik wou even kijken of er vragen zijn gekomen. Ja, Joost. Oh, van Nienke van Zwam. Is er iets dat ik in mijn leven heb veranderd na het schrijven van het boek? Ik heb wel een soort uitgedraaid ding op mijn bureau liggen wat je helemaal moet invullen, want dat het dan heel fijn voor de ander is als je dat allemaal hebt ingevuld met je passwords en wie je wil dat er op je begrafenis spreken en allemaal van dat ze überhaupt wil je begraven of gecremeerd. Maar dat ligt nu nog steeds op mijn bureau.
Maar we hebben wel, geloof ik, naar aanleiding hiervan toch een soort briefjes gemaakt met een paar handige dingen. Want ik heb ook zoveel gehoord van mensen die dan met de overlijdensakte in de hand proberen door instanties heen te komen en dingen te regelen. Dus in de zin van laat het zo makkelijk mogelijk voor de ander maken. En ook wel natuurlijk dat ik me... Het hoofdstuk van het moeilijkste moment. Ik weet, jouw moeilijkste moment is als dat duifje daar niet met paté gevuld klaar staat. Dat moment van 7:30 tot 8:30. Ja, en dat ik er eigenlijk meer naar vraag. En dat ik me ook probeer te herinneren hoe snel ook ik natuurlijk weer vergeet. En dat is nu eenmaal zo. Maar ja, probeer ik toch iets aardiger eigenlijk in te zijn. Was dat de vraag? De vraag. Is er hier nog een vraag? Ik vraag me af, het heeft mij heel erg bezig gehouden. Het interview met jou, dat ik daarna het concept kreeg. Dat ben ik er weken dat het in mijn hoofd zat. Maar jij hebt met 20 vrouwen gesproken. Dat moet bij jou ook ongelooflijk doorwerken. En daar ben ik benieuwd naar. Wat ik wel merkte, dat toen ik de finale versie instuurde, het wel was alsof er iets van mijn schouders viel. En ik geloof dat alles waar je mee bezig bent, waar je je echt aan verbindt, dat als het ware in je veld zit, dat je dat meedraagt, de mensen om wie je geeft, de mensen met wie je je verbindt, maar ook zo'n onderwerp. En ik had het gevoel toen ik die finale versie instuurde, dat het een beetje van me wegging in die zin. En dat ik toch niet geweten had dat jullie allemaal en dit onderwerp, deze gebeurtenis in zoveel levens, dat zo in mijn systeem zat, in mijn veld zat, ja. In vorige boeken van je, doet hij het? Hij doet het. Over kinderen en over de oudste dochter. Daar was het echt jij. Ja? Dat was helemaal dicht bij jou. Wat duidt dit op de toekomst, die weduwe? Ben je daar bang voor? Of, ik denk dat Jos binnenkort de pijp uitgaat? Ik ben helemaal niet bang dat mijn ontzettend fitte en gezonde en slanke man binnenkort de pijp uitgaat. En je weet het natuurlijk nooit. Maar het is wel zo dat ik ook wel eens denk van, god, probeer ik eigenlijk het leven te slim af te zijn. Door al een soort voorwerk te doen. Zodat ik al weet wat ik moet doen of hoe het gaat zijn. Dus dat is wel bij me opgekomen, ja. Maar het is ook heel erg dat ik denk, hoe kan ik er voor de mensen zijn die ik ken die het al gebeurd is? Want ja, zoals ik zei, een heleboel dingen kon ik verzinnen, maar toch ook niet alles. Is de generale repetitie? Nou ja, dat hoop ik toch ook niet. Dat vind ik weer een beetje te erg. Ja, nee. De generale repetitie, maar het is wel, ik heb er wel op betrapt. Dat ik dacht, oh ja, dan weet ik vast hoe het gaat zijn. Dan kan ik het misschien beter. Zo gaat het natuurlijk helemaal niet, want je moet het allemaal weer uitvullen. Zeggen. Weet je, het grappige is dat ik een paar vriendinnen heb die weduwe zijn of waren. En dat ik me pas realiseerde toen ik het zelf was, wat zij hadden doorgemaakt. Dat heb ik niet kunnen voelen. Ik kan het ook niet uitleggen. Dus vergeet het dan maar. Dat ga je helemaal niet nu van tevoren in een generale repetitie hebben gevoeld. Want dat gaat heel anders. Dat moet je ook niet willen. Want het rare is, ik bedoel het niet uit een tragiek. Maar ik bedoel, op het moment dat het gebeurd is, gebeurt er zoiets raars met je. En dan kijk je dus naar je vriendinnen die je daarin gesteund hebt, notabene. En heb je het niet begrepen. Je hebt het niet kunnen voelen. Je voelt het pas als je het zelf voelt. Dat is echt heel bijzonder. Er wordt hier enorm geknikt hier op de voorste rij van de vrouwen die dat weten kunnen. Stephanie. Leuk al die vragen. Ja. Heel mooi. Ik vind het heel bijzonder om hierbij te zijn. Vraag eigenlijk aan alle weduwen. Kijken jullie nu anders naar de dood? En is dat omdat ik heb het gevoel als 35-jarige ook een ouder hebben te verloren.
dat ik toch anders, dus na nu 20 jaar, anders ja, ook de dood als iets nou ja, wat we allemaal meemaken. En eigenlijk niet dat ik er niet, ik bedoel, ik ben er absoluut, ik had het heel anders gewild, maar ook daar heel erg vrede bij heb. Van, oh ja, dat hoort bij het leven. Hoe zien jullie dat? En hoe ervaren jullie dat? Even. Voor mij was dood altijd dood. En na het dood van, de dood van mijn man zeg ik, het lichaam is dood. Maar die geest of die ziel of wat het ook is, die is springlevend en heel dichtbij. En er is heel anders naar gaan kijken. Ik weet niet of jullie daar iets over hebben. Heel herkenbaar. Ja. Ik herken het heel erg. Ik denk dat er. Maar dat is ook een ervaring die je dus moet meemaken. Dat je op die manier toch heel anders naar dood gaat kijken. En wat ik ergens las is, ik weet niet wie dat had gezegd. Van, ik vind het soms ook wel heel prettig dat ik het al één keer zoveel verdriet heb meegemaakt. Dat maakt het. Er moeten nog heel veel mensen in mijn omgeving dit ook meemaken. En dat houdt dus wel in dat je beter kan helpen bij het verdriet wat nog voor heel veel mensen gaat komen. Ja. Want je hebt het zelf, je weet toch iets meer wat het inhoudt. Ja, tuurlijk. Ja. Wil jij er nog iets over zeggen, Filippien? Ja, ik zag het aan je neus. Ik wil wel iets over de dood zeggen, want daar gaat het natuurlijk allemaal ook om. Alhoewel wij leven. Voor mij was het een soort bevestiging dat ik dacht, ik heb het altijd gevoeld als de dood zal iets heel licht zijn en je gaat naar een lichtere plek, letterlijk en figuurlijk. En zo heb ik het ook ervaren. En dat staat helemaal los van het verdriet, van het verlies. Dus de dood staat los van het leven hier op aarde. Maar het is wel zo als ik dacht. En dat ja, heeft me een soort bevestiging gegeven. En soms voelt het alsof het moest gebeuren om dat te laten zien. Einde. Ja, ik denk er anders over. Ja, echt serieus anders. Want ik vind het moeilijkste aan doodgaan nooit meer. Dat vind ik het moeilijkst. Ik bedoel, je hebt wel eens dat je... Ik ben een keer gescheiden bijvoorbeeld. En dan toen voelde ik me heel schuldig. Maar dan kom je iemand toch weer ooit tegen. Of iets wat uit elkaar gegaan is, kom je weer tegen. Ik vind het idee, dat heb ik vaak 's ochtends. Dat ik tegen me, ben ik niet zo in dat moeilijke moment. Dat is meer 's avonds. Maar dan denk ik, dan begin ik met hardop tegen mezelf te zeggen, Eve, nooit meer. Hij is er nooit meer. Dus dan kan ik meteen korte metten maken met dat idee. Alsof hij nog een keer terugkomt. Dat heb ik dan. Of ik zag hem in het begin ook vaak op een terras in Frankrijk zitten op mij te wachten. En dan was het iemand anders. Dus dat nooit meer vind ik het moeilijkst. Ik heb helemaal geen zacht gevoel over dood. Ik vind het een amputatie. En dat is ook zo, ja. Ja. Ja, nou ja, het mooie in het boek is ook dat er is niet één manier van kijken hiernaar of één manier van het te beleven. Dat zie je eigenlijk in het boek ook. Er zijn wel een soort onderwerpen, hè, die steeds terugkomen, die ook bij iedereen terugkwamen. Dat gaat van heel praktisch, dat blijkbaar een heleboel mensen al voordat de begrafenis is geweest tegen je zeggen, en ga je nu verhuizen? Je blijft hier zeker niet wonen. He, maar verhuizen is bijvoorbeeld iets waar je aan denkt en allerlei van dat soort dingen. Dus er zijn wel gemeenschappelijke onderwerpen, maar ja, ik heb toch heel erg in dit jaar gemerkt hoe anders we in het leven staan, terwijl we dus hetzelfde moeten meemaken. En hoe bijzonder dat als een soort diamant met vlakjes is, dat iedereen daar zijn eigen weg in vindt. En jullie hebben daar allemaal je eigen weg in gevonden. We moeten. Dank. Je moet. Zo is het ook. Nou, daarmee komen we aan het eind van deze
Nou ja, wat zou ik zeggen? Talkshow over een teder onderwerp. Ik heb je nog niet bedankt bij deze. Voor het prachtige boek en voor de uitnodiging. En voor onze vriendschap. Ja. Nou, ik dank jullie. Ik dank iedereen die heeft durven willen meewerken. En die echt het hart heeft geopend. En met mij heeft willen praten. En ook weer willen schaven aan de teksten soms. En de uitgeverij en... Jullie hier van Scheltema, ontzettend bedankt dat we dit hier op zo'n manier kunnen doen. Echt heel erg fijn. En dank voor het kijken. APPLAUS